Maar je kan vissen. Ach ja, waarom ook niet? Je hebt toch niks te kiezen. Het vrouwtje voor je man. Ja. Over mijn mannetje, wat er allemaal gebeurd was, want zij wist er nog niks van af, wat er 6 jaar geleden gebeurd was. En dat ik het nou weer zo heftig meemaak in mijn hoofd. Zo lieve vrienden, welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corine en de Beestenboel. Het is vandaag alweer maandag, de 6e van de 3e, 2023 en we leven al reeds om 15:42 en nee, ik ben er niet net uit, maar ik kreeg bezoek van mijn begeleidster, dit keer is Cindy en we zijn aan het werk geweest, althans ik was eerst al aan het werk met de kattenbak die ik verschoond en toen kreeg ik een appje binnen van haar van kom wat later, maar ik ben al in aantocht. Oh, ik had er nou nog niet eens verwacht. Ik had er woensdag verwacht, want het zat in mijn hoofd dat ze woensdag zou komen. Maar ja, dat is mijn fout en mijn probleem. Zij een bakje thee gehad, ik een bakje koffie gehad. En we hebben samen mijn bed verschoond. En daar ben ik heel blij mee. Nu moet ik de meisjes nog uitlaten, maar ze zijn wel in de tuin geweest. Maar ik moet mijn regenpak aan. Ja, want het regent en niet zo zuinig ook. We krijgen ook grote pieken, kleine pieken, grote pieken, dus ja. Er zit er eentje achter de dinges te mekkeren. Achter de deur. Ja, die wil erin. Maar die komt er niet uit. Die had ook nog geen eten gehad. Nee, ook dat nog. Dus ja, dat gaan we ook eventjes dan doen, want het bakje staat er inderdaad nog. Dus eventjes eten voor hem pakken. En dan voilà, een doosje pakken. En wat willen we hebben, zeg maar. Er zit daar nog in de hoek wat. Moet je koolvis? Ach ja, waarom ook niet? Je hebt toch niks te kiezen. Dat is het vrouwtje voor je man. Ja. Ja, hup. Even de inhoud breken. En dan even schudden. Dan zakt het naar beneden. Voilà. Ja. En kom op, kom op. Zo. Gaat dat dingetje daarin. Een zakje pakken. Pakje aan de kant. Zakje. Dubbel vouwen. Voilà. Rollen we net op. Hé, kerel. Ja. Huppata. Ik hoor de brievenbus gaan. Ook dat nog. En dan komt dit weg in de vuilnisbak. Heel gestankoverlast. En ook vooral zomers, als je het ook op deze manier doet. Zomers komen er geen ongedierte erop af, zoals maden. Ja. Ik heb het 1 keer gehad. Nou, dat wil je nooit hebben. Nee, Yakiba. Toen had ik Tamara nog. Nou, als jullie naar beneden scrollen, komen jullie Tamara nog wel tegen. Ik heb al zoveel versleten wat dat er gaat. Echt. Maar ja, Tamara, die heb ik niet versleten. Die is hogerop gaan werken. Die werkt nou in de zorg, maar dan zo op die manier ben je bedleggerig. Zij verzorgt jou dan. Ja, ze heeft ook nachtdiensten, et cetera. Dus, maar in ieder geval. Dus daar kon ik niks aan doen. Nee.
Als er eentje hogerop wil, nou dat was ook met Astrid Pijnakker. Die is ook hogerop gegaan. Die wou ook een ander baantje hebben. Dus. Ja, ja, reclame. Laat maar liggen. Dat is niet belangrijk. Reclame in zo'n plastic zakje. Nou, lekker boeiend. Maar niet heus. Nou, en dan, ja, het regent dus steeds. Ik zal eens even kijken hoe erg het is nu. Even kijken. Nou ja, deze heuvels. Dus ja, qua nat worden valt het mee. We krijgen straks een grotere bui. Die wacht ik nog even af. Ja, nee, ik ga gewoon en ik doe mijn regenkleding aan. Ja, we gaan, hè? Ja, we gaan met die banaan. Moet je gapen. Wat zegt vrouwtje dan? Als je gapen moet, moet je gaan slapen, hè? Als we gaan gapen, gaan we slapen. Heel lief. Heel lief. Ja. En vrouwtje moet ook nog boodschappen doen. Ook dat moet nog. Ja, en dan zal ik ook voor jullie weer wat lekkers meenemen. Ik moet ook kijken hoeveel geld ik nog in mijn portemonnee heb. Ja. Wat ik over heb, dat gaat weer eruit. En dat gaat ergens anders in. Dat is mijn spaarpotje. Ja, en dan halen we weer nieuw geld. Hè. Ja. Ja, echt waar. Al is het maar 5 euro, zodra ik geld over heb van de vorige week, gaat apart. En dat is mijn spaarpotje in huis. En ik zeg lekker tegen niemand waar ik dat heb. En dan heb ik nog een spaarpotje op de bank. En daar moet ik vanaf blijven. Want ja, dat is voor voor dat gedonder, hè. Jullie weten het, de elektriciteit, gas, de energie, hè, ben eruit. Ik kon er even niet op komen, nee. Hé, meisje van me. Ja, dus, ze zeggen lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen, maar geniet ook zeker een beetje meer met ons mee. Buiten regent het, het is slecht weer, misschien dat het bij jullie ook zo is. Zit je eigen te vervelen? Nou, ga dan naar YouTube toe en ga op YouTube langs alle kanalen waar jullie op geabonneerd zijn. En ja, ben je bij mij nog niet geabonneerd, dat kan ik gewoon doen. Dat is er onderaan. Dan kun je abonneren en dan komt er een belletje zichtbaar. En die klik je dan ook aan en dan zet je op alles. Nou, klaar. Je kind kan de was doen en het kost je niks. Het is gratis. Ja, toch? Jij, een meisje? Ja, die is gratis. Ja. Net zoals de zon, die komt ook gratis op. En de maan komt ook gratis op. Ja. En zo zijn onze kanalen ook gratis, hè. Jij. Ja. Alles is gratis wat dat er gaat. Ja, je kan ook wel een betaald kanaal nemen. Maar nee, waarom moet ik een betaald kanaal nemen als ik het gratis kan? Ja. Dus dat kan niet lukken gratis. Zou ik een betaalde kanaal hebben? Ja, dan moet je ook betalen om lid te worden. Dat is logisch, toch? Ja. Maar, oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet ze. En geniet een beetje mee. Doei! Ja, gefixt. Ja, daar ben ik wel blij mee. Het batterijtje wat in de statief zit om ook als afstandsbediening te gebruiken om jullie de camera aan te zetten. Die was bijna ten einde, dat batterijtje. Ik moest 3-4 keer op dat knopje van Movie drukken voordat hij het eindelijk deed. Dus ik wist dat er een nieuw batterijtje in moest. Maar ja, dan moet je wel eventjes weten hoe die erin moet. Want het was een platte, ronde. Maar dat ik deze camera binnenkreeg, toen zat het batterijtje er al in. Hoefde ik zelf niet te doen. Ik moest enkel een plastic stripje weghalen. Dus ja, hoe dat moest, et cetera. Iedere houder werkt weer anders. Dus ja, maar ik heb het voor elkaar gekregen. Ja, dus dat is ook zomaar gefixt. Dan moet je dan even rustig voor zitten en niet met je hoofd ergens anders bij wezen. Zoals bij de meiden die ik uit moest laten. Nou, daar ben ik dus ook van terug. Ik weet niet hoe mijn haar zit, want ik had mijn capuchon op. Dus ja, lekker belangrijk allemaal. Maar in ieder geval, ik ga eventjes wat voor mezelf doen en een bakje koffie doen en
ook weer een vlog in elkaar zetten, uiteraard. Maar ik ga eerst even lekker wat voor mezelf doen. Even de boel laten bezinken, want ik heb een zwaar gesprek gehad met mijn begeleidster. Over mijn mannetje, wat er allemaal gebeurd was. Want zij wist er nog niks van af, wat er 6 jaar geleden gebeurd was. En dat ik het nou weer zo heftig meemaak in mijn hoofd. Ja, dat is gewoon bizar. Je beleeft het eigenlijk weer helemaal opnieuw, maar dan in je eentje. Ja. Dus ja, dat is echt even niet leuk, weet je. Maar in ieder geval, ik heb mijn meisjes uitgelaten door de regen heen. En het is echt vies bagger weer. Je kan ook niet buiten nou filmen. Dus degene die daar last van heeft dat ik maar binnen zit. Nou ja, jij gaat ook niet naar buiten toe te filmen. Met dit weer. Nee. Dus ja, oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Doe het met een lach. Probeer ik ook gewoon weer te doen. Want als je die meiden ziet hier ook. Ze maken er enkel weer een puinhoop van op de bank. Ja. Yeah. Nou ja, en mijn bed is verschoond. Dat had ik geloof ik ook al verteld. Dat heeft mijn begeleidster meegeholpen. Cindy, wel te verstaan. En ja, die vond het ook heel bizar hoe Miep tegen mij heeft gedaan. Dat ik geen namen mag noemen. Mag wel. Het is mijn huis. Ik mag ze ook filmen. Maar ik hou er rekening mee bij of ze zelf willen, ja of nee. Willen ze zelf ook niet, doe ik het ook niet. Mooi, nou, ik heb er een paar gehad, die wouden er gewoon op. Dus ik heb het niks te schaften. Zolang ze hun werk maar doen, daar heeft Miep mee te schaften. Maar niet hoe ik leef in mijn huis. Hun hebben niet te bepalen hoe ik doe, wat ik doe. En dat wouden ze wel, ja, stikke, hè? Je weet het wel. Dus ja, Miep, waar jij mee bezig bent, hè? Tenminste Miep, degene die mij dat probeerde te verbieden, ik weet heel erg niet hoe ze heet, maar Miep heet het schoonmaakbedrijf en dat schoonmaakbedrijf mag wel even zijn personeel eventjes fatsoenlijk aan gaan spreken, dat ze niet daarmee mogen bemoeien. Ze mogen enkel met het personeel dat er verder werkt, die bij mensen thuis werken, mogen ze hun wel mee bemoeien tot zover en op zekere hoogte. Als ze op het werk zijn, kunnen ze met elkaar praten. Vindt het personeel het verder niet erg om bij iemand die een vlogster of een vlogger is in de film te komen? Heb Miep niks mee te maken. Miep heeft maar met één ding mee te maken en dat is dat ze hun werk goed doen. Nou, voilà, dat werd gedaan. Maar ja, Miep moet zo noemen, hij werd gedaan, ja. Tegen die Wilma zei ik van je hebt maar één rug, je hebt maar één stel knieën, dus denk daarom. Dus ik dacht meer aan haar dan dat ze zelf dat deed. Zij gaat op de knieën, ja wie gaat dan op de knieën? Doe ik nog niet eens, ja. Onder mijn bed te zuigen, want daar was al, ik weet niet hoe lang gestofzogen. Verdeken me. Dus ik moest recht bij liggen, hè. Want anders kom je er met die stofzuiger er niet onderdoor. Ja, dus ja, dan moet je er even bij liggen. Maar dat stuk helemaal gezogen, maar dan ga je erbij liggen op dat schone stuk. En nou, ik schrok me rot. Dus ja, degene die bij Miep werken, die moeten daar even beter op letten. He, zoals Wilma, die werkt bij Miep. Kaden werkt bij Miep. Dan heb je Stefan, die werkt bij Miep. Dus dat zijn er al 3 die ik bij name nou noem. En dat mag. Want er zijn er zoveel hondjes die Vicky heten. Want ze zijn nou ook niet in beeld, dus... Het mag sowieso. Die moeten beter opletten als ze bij iemand aan het werk zijn. En ze moeten onder het bed ook stofzuigen. Dan kun je gewoon bij sommige ledikanten moeilijk bij. Ga er dan even bij liggen. Je hebt toch werkkleding aan. Misschien wel geen kleding van Miep zelf met reclame erop. Maar je eigen kleding is op dat moment ook je werkkleding. Dus je gaat er even bij liggen, wil je, en dan maak het schoon. Ook wanneer ze dieren hebben, heeft een dier onder het bed overgegeven, zoals een kat, ik noem maar wat.
Maak dat even schoon. Is dat zo'n probleem? Jouw ouders hebben jouw kot vroeger ook opgeruimd. Dus is het zo erg om van een dier op te ruimen als je zelf ook dieren hebt? Ja, wat is er moeilijk aan, hè? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, lieve vrienden, geniet van alles. De klok die heb ik gisteren ietsje voorgezet. Omdat die ook snel weer achter gaat lopen. Dus ik denk, ik zet hem voor. Maar het is nu 16:58, dus hij zegt 5 uur, hij is 2 minuten voor nu. Dus ja, helemaal geweldig, helemaal goed. Ze zeggen, hou vol goede moed en tot later. Ja, lieve vrienden, het is weer, de tijd is weer aangebroken om naar bed toe te gaan. Want het loopt alweer tegen 2 uur in de nacht van maandag naar dinsdag. Rijke ligt nog in de mand. En Elving ligt nog op de bank. Maar de deur is op slot. Ik heb de boel al opgeruimd. Dus we gaan lekker naar bedje toe. Ik ben het zat, ik ben moe. En ja, ik moet mijn telefoon nog leeghalen. Dat doe ik altijd op bed. Eventjes berichten wat ik niet belangrijk vind. Ik kan allemaal weg, weten jullie. En ja. En nog even kijken of ik nog berichten heb waar ik antwoord op moet geven. En dan is het slapen aan. Ja. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet ook van jullie nachtrust. En ik zeg, graag tot aan de andere kant van de nacht.